Er komt dit jaar geen Sinterklaas-intocht met een rondrit door het stadshart in Alfa aan de Rijn. De organisatie van het jaarlijkse onthaal van de Goedheiligman ziet geen mogelijkheid om de intocht door te laten gaan. We hebben in de afgelopen periode veel nagedacht en we hebben ook overleg gehad met de gemeente. Uiteindelijk was een rondgang een van de leukste opties die we hadden. Maar ja, ook met de coronamaatregelen was het al heel moeilijk om te organiseren. En toen we uiteindelijk maandagavond de laatste persconferentie ook zagen, hebben we eigenlijk jammer genoeg moeten concluderen dat het eigenlijk niet mogelijk is. En ook burgemeester Lisbeth Spies staat niet toe dat de stoomboot aanmeert op het Rijnplein en dat Sinterklaas onthaald wordt door een grote enthousiaste mensenmassa. Op dit moment kan er geen vergunning worden verleend voor een evenement buiten waar meer dan 40 volwassenen bij zijn. Dus ik denk dat we heel creatief op zoek moeten naar alternatieven om Sinterklaas toch welkom te kunnen heten in onze gemeente. We gaan sowieso kijken wat wij digitaal kunnen aanbieden om in ieder geval de Sinterklaasperiode heel leuk en gezellig in te luiden. En om kinderen wel het gevoel te geven van nou, Sinterklaas is begonnen, je kan je schoen zetten. En verder zijn we aan het kijken of we hier in het centrum ook iets kunnen inrichten waar kinderen Sint en Piet toch kunnen ontmoeten. Ook de traditionele huisbezoeken die Sint en Piet afleggen op en rond 5 december zullen dit jaar anders gaan dan anders. Eigenlijk denk ik wel dat we daarop moeten rekenen. Want als we ook kijken naar de huidige maatregelen, dan zie je toch ook dat met 3 mensen op bezoek in huis, dat is het maximum. Nou, met 1 Sinterklaas en 2 Pieten zit je daar al aan. En daarbij moeten we ook goed nadenken over of je dan afstand kan houden of niet. We hebben niet alleen maar te zorgen voor de mensen bij wie we op bezoek komen, maar we hebben ook te zorgen voor de vrijwilligers met wie we te maken hebben. Dus daar maken wij onze afwegingen op. En dus kan je wel naar Sinterklaas toe, maar komt Sinterklaas niet naar jou toe? Dat is wel de bedoeling. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan dat Sinterklaas en Piet niet op bezoek komen bij mensen thuis, maar dat mensen vanuit huis bij ons terecht kunnen om dan Sinterklaas en Piet te ontmoeten.